We zijn hier op de allergrootste hengstenkeuring van de hele wereld. En die vindt plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. En het duurt hier 4 dagen lang. En er komen mensen, bezoekers over de hele wereld. En wij gaan ook kijken wat het inhoudt. Kom, we gaan naar binnen. We staan hier dus nu midden op de hengstenkeuring. En het gaat om de KWPN hengstenkeuring. En KWPN betekent Koninklijk Warmbloedpaard Nederland. En de KWPN-organisatie is de grootste fokkerijorganisatie van ons land. En hun hebben al jarenlang het beste springpaard van de wereld. En vandaag vinden hier nog 2 bezichtigingen plaats. En daar ga ik je zo meer over uitleggen. Voordat je een echte dekhengst bent, moet je eerst 3 bezichtigingen doorstaan en een verrichtingsonderzoek. Maar voordat je die 3 bezichtigingen mag ondergaan, moet je naar de dierenarts. En het eerste onderzoek is het röntgenologisch onderzoek. En het röntgenologisch onderzoek is, dan gaan ze allemaal foto's maken van je botten, van je hoeven. Alles wat binnenin zit, wat je van buitenaf niet kunt zien, maar wel op foto's. En dat is heel belangrijk, want als hij een afwijking heeft, kan je dat doorfokken. En je wilt natuurlijk geen veulen hebben met dezelfde afwijking als vader. Het volgende onderzoek, dat ken ik niet, dat is het coronage-onderzoek. Tegenwoordig wordt een hengst gekeurd of zijn stembanden goed zijn. Dat is heel belangrijk. Want die stembanden zitten zo strak langs je luchtwegen. En als er 1 stemband niet helemaal goed is, dan hangt die een beetje en dan vernauwt die je luchtwegen. En dan, ja, dan heb je gewoon een minder goede conditie. Of dan ga je snurken en dan maak je gekke geluidjes. En dan krijg je het gewoon heel snel benauwd. Het volgende waar de hengst op getest worden is hun zaadcellen. En dat is heel erg belangrijk. Want een goedgekeurde dekhengst moet natuurlijk heel veel veuletjes maken. En het gaat niet zoals in de natuur. Dan springt gewoon de hengst op de merrie. Maar hier springt de hengst op een grote buis. En die grote buis, daar komen alle zaadcellen in. Worden verdeeld in kleine buisjes. En die worden over de hele wereld verstuurd. Zodat je niet met je merrie uit Amerika bijvoorbeeld naar Nederland moet komen. Dat je hengst op de merrie te laten springen. Dus dat is het handige van dit systeem. Maar het zaad moet natuurlijk wel goed zijn. Ze kijken bijvoorbeeld hier hoeveel zaad er in 1 keer geproduceerd wordt, of het niet traag is, of geen ziektes in zitten en zo. Dus daarvoor is dit onderzoek echt heel erg belangrijk. Nou, alle paarden die hier dus zijn op de hengstenkeuring, zijn dus al gekeurd door de dierenarts, hebben goede botten, goede gewrichten, goede stembanden en goed sperma. We gaan nu kijken hoe de 3 bezichtigingen gaan. Er vinden dus 3 bezichtigingen plaats, 3 soorten selecties. En de eerste selectie hebben alle paarden die hier zijn al doorstaan. Die was in Ermelo en daar heeft de jury gelet op hoe een paard op het harde draaft, galoppeert en stapt. En hoe die op het zachte draaft, galoppeert en stapt. En zijn uiterlijk. Vandaag heb je de 2e en 3e bezichtiging. En eigenlijk is het een soort idols, een soort van The Voice. De groep wordt steeds kleiner en uiteindelijk heb je maar 1 winnaar. En wij zijn er vandaag bij. Kom, we gaan erheen. We zijn nu toegekomen aan de 3e bezichtiging, de 2e set geweest. En bij de 3e bezichtiging wordt er nu door de jury heel erg goed opgelet hoe de paarden bewegen aan de hand en hoe ze eruit zien, hun exterieur. En als ze door deze ronde heen komen, deze 3e ronde, gaan ze 70 dagen naar Ermelo. Dat heet het verrichtingsonderzoek. Daar gaan ze 70 dagen intern. En dan wordt ook gelet op hun karakter, hun gedrag, of ze graag willen werken. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Want ja, je kan wel goed lopen, maar als je niet wil werken, heb je er helemaal niks aan. Op Langerslag, dames en heren, de hengstenkeuringcommissie heeft nog 1 keer kunnen aanschouwen. Deze 3e bezichtiging. Nu wordt het echt spannend, want nu worden de paarden aangewezen die wel of niet door zijn. Dus het is echt per paard, je bent door of je bent niet door. Langs met uitstraling, je bergop beweegt, kracht en ruimte in de beweging. En altijd bergop gaat en lichtvoetig beweegt, wordt uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek. 343 accepted. Nou, het zit er alweer op voor vandaag en jullie kunnen zien wat een hengstenkeuring nou precies inhoudt. De eerste 3 bezichtigingen zijn geweest en nu de laatste overgebleven hengsten gaan naar het laatste onderzoek. En dat is het verrichtingsonderzoek. En misschien moet ik maar even goed gaan opletten of daar nog een leuke tussen zit. Want Yves, mijn Yves, is natuurlijk een merrie en wie weet kan ik een keer een veulentje fokken. Nou, bedankt voor het kijken en tot volgende week. Hier hebben we een sneak preview, want we staan namelijk in mijn kamer en die ziet normaal nooit iemand.